Goed, we zijn in deze serie nu bij de derde lezing. We hebben al twee lezingen vooral gesproken over eigenlijk alle beginselen van de universele wijsheid. En met name ook dat je die universele wijsheid gewoon in jezelf kunt vinden. En de laatste twee lezingen, waarvan vanavond dus de eerste, zullen wat meer op de praktijk van het leven richten. Wat kun je er nou uiteindelijk mee? Want dat is ja, toch eigenlijk het bewijs voor universele wijsheid. Kan het je inderdaad antwoorden geven op dit soort nou ja, belangrijke levensvragen als de zin van het leven? En als je bent opgegroeid in een bepaalde godsdienst, zoals ik, dan geeft dat het idee dat er in ieder geval wat meer te kennen is over het leven dan puur wat we uiterlijk waarnemen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld christelijke leer, zoals ik die in ieder geval heb meegekregen vanuit huis, dan wordt het leven eigenlijk vooral gezien als een voorbereiding op iets wat er daarna komen gaat. Of dat nou wat prettig is of wat minder prettig. En daar zijn ook nog wel wat verschillende theorieën over hoe je dan eigenlijk in dat leven staat. Hè. Volgens sommigen is dat leven eigenlijk min of meer al door een god of door goden bepaald. En doet dit leven er eigenlijk ook niet per se toe wat dat dan betekent voor het leven daarna. En volgens anderen oefenen we wel degelijk invloed daarop uit, maar hoe dat dan werkt, dat is niet altijd even duidelijk. Dus je blijft dan eigenlijk nog steeds wel met een hoop vragen zitten. En dus als je in de ene godsdienst bijvoorbeeld opgroeit, en er wordt gesproken van, nou ja, wij zullen uiteindelijk naar de hemel gaan. Ja, hoe zit dat dan eigenlijk met die andere 80% van de wereld die niet daarmee kennis maakt? Hè? Ja, dat is toch wel een beetje onrechtvaardig als die dan meteen gedoemd zijn om te branden in de hel, om het maar even zo te benoemen. En zo zijn er allerlei nog meer vragen die je kunt stellen. Hè? Dus die eeuwige situatie die je dan hebt, in hoeverre is dat dan zinvol in vergelijking met de mensen die hier dan nog op aarde zijn? En dan heb je ook nog allerlei wetenschappelijke feiten, filosofische redeneringen die je erop los kunt laten. En dat is dus heel moeilijk soms om dan die, ja, met name die godsdienstige leerstellingen, om die voor jezelf houdbaar te houden. Dus dan ja, wordt dat eigenlijk gewoon een geloof en daar moet je dan aan vasthouden. Nou, je ziet dat ons huidige wereldbeeld eigenlijk oorspronkelijke godsdienstige wereldbeeld door een meer populair wetenschappelijk beeld heeft vervangen. Maar dat is eigenlijk op zich ook een soort van geloof. Want eigenlijk de wetenschap zegt niet zoveel over de zin van het leven. Die zegt eigenlijk ook van, nou ja, wij weten niet beter dan dat het leven, ja, dat het eigenlijk gewoon een verschijnsel is. En de materialistische wetenschappers zeggen van, ja, het is eigenlijk gewoon een puur toevallige uitzondering in een verder levenloos en zinloos universum. Het is ook maar eenmalig, heeft in zichzelf weinig betekenis, dus we moeten er maar wat van maken. Een beetje genieten van het leven. En ik zeg het maar even zoals het over het algemeen besproken wordt. En ja, dat is nog niet echt iets om vrolijk van te worden, maar ik heb dit ook niet bedacht. Dus dat is toch het idee van, nou ja, het is eigenlijk, stelt niet zoveel voor en laten we er vooral maar wat van genieten. Dus dat zorgt ook wel een beetje voor de zelfzucht die je ook in de wereld ziet. Van, nou ja, oké, we staan er allemaal maar alleen voor, het heeft weinig betekenis, nou dan maak ik er maar het beste van. En sommige mensen maakt dat dan zelfs ook wel depressief, van ja, er is helemaal geen zin, dus ja, wat moet ik dan eigenlijk in, ja, waar haal ik dat eigenlijk uit? Nou ja, het zijn allemaal verschillende theorieën die je dus tegenkomt. En daar zitten ook wel wat parallellen tussen. Dus eigenlijk zowel in de materialistische, wetenschappelijke filosofie, noem ik dat dan maar even, kom je dit tegen, als bij godsdiensten, dat eigenlijk alles al bepaald is. Door iets wat buiten ons staat, door God, door goden, door blinde natuurkracht. Het is eigenlijk gewoon, er was ooit een Big Bang en oorzaak-gevolg, alles rolt zich soort van uit. En ja, wij zijn daar een soort van figuranten in dat, nou ja, in dat spel wat zich dan zeg maar voltrekt. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen, ja nee, het is juist allemaal toevallig. Er is eigenlijk helemaal geen orde, het is gewoon allemaal puur,
ja, onvoorspelbaarheid. En wij proberen ons daar met theorieën aan vast te houden. Maar ja, in feite is het gewoon allemaal toeval. Nou ja, beide theorieën laten dan eigenlijk onbeantwoord wat dan bijvoorbeeld vrije wil is in, vanuit die theorieën. En als er al geen vrije wil bestaat, ja, kun je dan überhaupt ook spreken van de zin van het leven? Nou, wij willen daar graag ook nog een andere visie tegenover zetten, dat mag duidelijk zijn, die mogelijk wat meer zin kan bieden. Nou ja, wij denken zeker wel, natuurlijk, maar dat is voor u zelf om natuurlijk dat uit te zoeken. Maar laten we dan eerst even stilstaan bij überhaupt de vraag, wat is zin? Als we het daarover hebben. En wanneer heeft iets zin? Wanneer heeft iets betekenis? Nou, het mag duidelijk zijn dat iets zin of betekenis altijd heeft in relatie tot iets anders. He, dus iets heeft zin voor, he, de zin van het leven. Oké, waar heeft dat dan zin voor? Waar is dat dan voor van betekenis? Nou, dat geldt ook in gewoon het woord zin hebben in de zin van zin in iets hebben. He, dat kan zijn van zin in een ijsje of iets doen of het lezen van een boek of het kijken van een film. En dat is eigenlijk meer in de betekenis van een soort verlangen. En dat gaat eigenlijk altijd uit naar iets wat je nog niet hebt. Maar dat is niet hetzelfde als waar we het over hebben in de zin van de betekenis van het leven. De zin van het leven als de betekenis van het leven. Waartoe dient iets? Dan hebben we het eigenlijk altijd over iets van, ja, wat nog groter is. Iets groters dan jezelf, zou je kunnen zeggen. Iets wat meer, nou ja, in de vorige lezing hebben we dat begrip bovenpersoonlijk gebruikt. Iets wat je leidt tot meer kennis, tot wijsheid, tot begrip van het leven, tot meer eenwording met het leven. En analoog aan dat idee van dat, ja, dat verlangen altijd uitgaat naar iets wat je nog niet hebt, kan je ook zeggen, ja, in feite stel je die vraag van de zin van het leven alleen maar op het moment dat je dat dus nog niet helemaal ziet of herkent, of hè, dat je dat nog niet ervaart van, ja, dat heb ik, dat is helder voor mij. Hè, anders zouden we die vraag nog niet stellen. Maar het betekent ook wel dat er iets is, een soort van intuïtie, dat er ook moet zijn. Dus dat is eigenlijk, gaat eigenlijk een beetje hetzelfde voorop als bij dat idee van verlangen. Want heb je de zin gevonden, nou, dan is die vraag eigenlijk overbodig geworden. Dan is dat gewoon helder, dan hoef je die niet meer te stellen. Tenminste, als dat ook een vraag is, een antwoord is, wat duurzaam zin blijft bieden en ja, wat dus zinvol voor je blijft. Maar dat betekent dus ook dat als je een antwoord voor jezelf weet te vinden, weet te formuleren, dat het ook best wel wat consequenties heeft. Hè? Dus dat eigenlijk ook betekent van, nou ja, ik heb het gevonden, dan, ja, daar kan je dan ook niet meer van loskomen. Hè? Dus als je, nou ja, als je bijvoorbeeld ouder wordt, al direct een bepaalde zin, een stukje zin van het leven hebt, namelijk goed zorgen voor je kinderen. Dat is iets, ja, dat is ook iets heel natuurlijks. En het is natuurlijk ook, zullen heel veel ouders zeggen, ja, het mooiste wat er is, zouden we niet anders willen. En dat geldt voor de zin van het leven eigenlijk ook. Dus op het moment dat je dat ziet, dan denk ik ook dat je niet meer terug wil. Dat ook, ja, wat is er nou mooier dan een bepaalde roeping in het leven hebben, een heldere betekenis. Goed, maar waar zouden we dan ons antwoord daarop kunnen baseren? Nou, dat is eigenlijk de eerste vraag om te beantwoorden. En dat is eigenlijk waar we deze avond vooral over gaan hebben. Van oké, dat hangt er natuurlijk vanaf. Hoe kijken we naar dat leven? En dan gaan we weer terug naar de beginselen van de universele wijsheid. En dit zijn de drie die we eerder met u hebben besproken. De drie grondstellingen, die je eigenlijk dus ook in alle religies, filosofieën terug kunt vinden. Op zichzelf niet bewijsbaar zijn, stellingen zijn, axioma's zijn. Hè, dus iets waar je, nou ja, wat je als aanname kunt nemen om de rest te baseren. Maar die je natuurlijk wel kunt falsificeren. Dus je kan het wel ook kijken van in hoeverre klopt het ook met wat we wetenschappelijk ontdekken. Nou, die drie grondstellingen die waren gepresenteerd door Blavatsky in de opdracht van haar leraren. Maar die zijn in de loop van de historie van de theosofische beweging verder uitgewerkt.
En Blavatsky kondigde dat zelf eigenlijk al aan. Die schreef in de geheime leer van in de 20e eeuw, zij schreef dit in 1888, in de 20e eeuw zal mogelijk een beter geïnformeerde en veel geschiktere leerling door de meesters van wijsheid worden gezonden, om doorslaggevende en onweerlegbare bewijzen te leveren dat er, en dit zeg ik even in eigen woorden, dat er zoiets bestaat als universele wijsheid. En in onze traditie is er een van de leiders van het Theosofische Genootschap geweest. Dat is Godfried Rupprecht. Misschien heeft u dit portret ook al bovenaan de trap zien hangen. En die werd geboren in 1874 in New York. Was de zoon van een Anglicaanse dominee. En die moest dienen in Zwitserland. Dus hij heeft zijn jeugd doorgebracht, met name ook in Zwitserland. Studeerde heel veel talen, beheerste op een gegeven moment zelfs 13 talen, gespecialiseerd in Grieks, Latijn, Sanskriet. En in zijn 20er jaren verhuisde hij naar Californië, naar toen het internationaal hoofdkwartier van het Theosofische Genootschap, wat daar was in Point Loma. En was ook de leider dus van het genootschap tussen 1929 en 1942, toen hij overleed. En eigenlijk zijn belangrijkste bijdrage was het verder uitwerken van alles wat Blavatsky had beschreven aan die universele wijsheid, met name dus ook in haar bekende werk De Geheime Leer. En Godfried Rupprecht die legt uit dat De Geheime Leer eigenlijk geschreven is rond 7 universele sleutels, die ook wel bekend staan als de 7 juwelen van wijsheid, die je zou kunnen zien dus als een uitwerking van die 3 grondstellingen, die al heel duidelijk ook in De Geheime Leer beschreven staan. En de Brucker heeft 3 jaar van studie met een aantal leerlingen in Point Loma, waarin hij dus die 7 juwelen van wijsheid dan uit de doeken doet. En die verslagen van die studies die zijn uiteindelijk vastgelegd in zijn boek De Grondslagen van de Esoterische Wijsbegeerte, wat ook bij ons op de boekentafel staat. Nou, dit zijn die 7 juwelen. En wat we vanavond willen doen is eigenlijk een eerste tipje van de sluier over die juwelen oplichten. We hebben er een hele cursus levenswijsheid over. En eigenlijk komen ze allemaal nog aan bod in onze de rest van de lezingen van het seizoen. Dus het is echt een eerste kennismaking, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel belangrijk om die ook vooral in samenhang met elkaar te zien. Dus daarom doen we dat toch even ook aan het begin van dit seizoen. Alle 7. Ook al is het even kort. En ik wil ze eigenlijk illustreren met voorbeelden uit zowel filosofie, religie als wetenschap. En ik ben ook wel benieuwd of u zelf daar ook nog dingen in herkent of voorbeelden van kan noemen als ze dadelijk voorbij komen. Dus dat zouden we dan in bij de vragenronde nog even over kunnen uitwisselen met elkaar. Deze 7 juwelen zijn eigenlijk dus ook terug te vinden in alle religies. We hebben daar ook uitgebreid over geschreven in Lucifer bijvoorbeeld, ons tijdschrift. Maar ze zijn eigenlijk voor het eerst pas in deze samenstelling, in deze, deze volledige optelsom en zo geïntegreerd, naar buiten gebracht dus door Godfried Rupprecht. En hij zegt ook, net als dat ik nu zeg van het is een eerste tipje van de sluier, hij zegt ook, ik heb ook maar een klein beetje gegeven. Want er is nog veel meer te vertellen over deze 7 juwelen. En dat illustreert hij ook aan de hand van dit citaat uit De Grondslagen. Daar zegt hij dus, begrijpen wel, het is een beetje oud-Nederlands, maar dat deze 7 juwelen in klein bestek alle mogelijke menselijke kennis gedurende deze kalpa omvatten. Alles wat de mens heeft geweten, thans weet en kan weten. En een kalpa, dat is eigenlijk de volledige evolutieperiode van menselijk bewustzijn, wat 4 miljard jaar ongeveer duurt. Meteen de levensduur ook van deze planeet. Dus dat is nogal wat. En dus dit is ook, hij geeft daar dus ook niet het volledige.
En hij zegt eigenlijk ook, ja, deze juwelen worden zelfs nog door de meesters bestudeerd. Die worden zelfs nog door de meester van de meesters bestudeerd. En nou ja, ga zo maar verder. Het is allemaal een kwestie van, zeg maar, diepte. En, maar het is tegelijkertijd, zijn het ook leringen die, nou ja, hopelijk lukt dat ook vanavond, toch begrijpelijk te maken zijn voor ook de gemiddelde leek die, daar nog nooit eerder van gehoord heeft. Dus daar gaan we mee aan de slag. En dan wil ik eigenlijk beginnen met het laatste juweel, kennis van het zelf, omdat dat eigenlijk iets is waar we al, met name de eerste en de tweede lezing, al best wel uitgebreid bij stilgestaan hebben. Want we hebben daar gezegd ook van, als je uitgaat van het principe van grenzeloosheid, wat je ook in al die religies tegenkomt, dan zegt dat dus eigenlijk dat wij als mens daar integraal onderdeel van zijn. En dat we in ieder geval in potentie ook alles wat dat in dat grenzeloze aan potentieel zit, ook met ons meedragen. En dat is eigenlijk wat dat kennis van het zelf ook wil zeggen. En deze uitspraken uit verschillende religies en filosofieën heb ik toen laten zien, wat daar ook naar verwijst. Bovenaan het orakel van Delphi hing dit ook, mens ken u zelf. Wij hebben alles in ons. We hebben die universele wijsheid, dragen we gewoon met ons mee. En eigenlijk in alle andere verwoordingen wordt daarin hetzelfde gezegd. Zelfkennis, dat is alles wat we nodig hebben. Dus Lao Tse, die heb ik er niet bij staan, maar die zegt ook ergens, de wijze kent de wereld vanuit zijn raam. Die hoeft helemaal niet erop uit te trekken en allerlei dingen te onderzoeken. Die heeft gewoon genoeg aan zichzelf. Nou, er is nog een manier om, om dat kennis, dat juweel van kennis van het zelf te duiden. En dat wordt ook wel gezegd hoe het ene het vele wordt. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het grootste mysterie. Als je het hebt over het leven, van ja, waar komt dat nou vandaan? Hoe is uiteindelijk, als wij dus één zijn in essentie, dus grenzeloosheid, daar is dus niks buiten, er is eenheid. Ja, hoe zit daar dan die gigantische verscheidenheid? Hoe zit dat dan in elkaar? En nou is dat eigenlijk zo zelfs, dat dat ene wel het vele geworden is, maar niet dat dat ene het vele is. Dat blijft gewoon één. Nou, dat is nogal cryptisch misschien, moeilijk te begrijpen. Het ene is wel het vele geworden, maar ene is niet het vele. En daarom wordt het ook heel vaak met bepaalde symboliek toegelicht. En dit is dus één zo'n symbool, dat is de banyanboom, de vijgenboom die heel veel in het oosten, die je daar heel veel tegenkomt. En dat is een boom die begint vanuit de stam te groeien. En die takken die heeft, die laten van zichzelf ook weer wortels groeien. Maar die wortels die worden zelf ook weer nieuwe stammen. En dat zie je dus ook hier in die boom, zo'n zijtak, en dat wordt een nieuwe stam. En zo zijn er uiteindelijk hele bossen die eigenlijk ontstaan vanuit één stam, één boom. En dat is gewoon een heel bos. En dat geeft eigenlijk heel mooi weer, dat ja, er is uiteindelijk één stam. En er groeien allemaal weer bomen, en die zijn ook weer stammen, en die hebben ook weer vertakkingen, en daar groeien ook weer andere bomen uit. Dat is één geheel, en tegelijkertijd is er toch ook één oorsprong, één bron. Nou, die bron of stam, die blijft eigenlijk, als we dat dus even vertalen naar de bron of de stam van het leven, van bewustzijn, die blijft eigenlijk voor ons verborgen, tenzij we dat worden. En dat is ook weer misschien wat filosofisch. Dus als we van de dualiteit, dus wij als beschouwer van het leven, dus wij zijn als subject, bekijken we dat leven als object, dan kunnen we dat alleen maar als eenheid beschouwen als wij samensmelten met dat wat we zien. Als we daadwerkelijk daar één mee worden. En daarom kan het ene eigenlijk nooit worden waargenomen, omdat we op het moment dat we het zouden waarnemen, dan zijn we het, als we het echt kunnen waarnemen, dan zijn we het al geworden. Dus dan is er niks meer buiten, dan is het eenheid. Nou, dat is ook, dan zie je ook meteen dat het, nou ja, heel moeilijk om dat uit te drukken, en dat is een beetje dat mystieke idee van waar we eigenlijk alle religies ook naar verwijzen. Ja, dat kan je alleen maar soort van omschrijven, in metaforen doen, want het gaat uiteindelijk om die eenwording. En als je die eenwording ook maar een beetje bereikt, dat is wat die mystici dan proberen te omschrijven, die zeggen ook, het is niet uit te drukken. Want ja, dan ga je iets, ja, dan je bent het niet meer en dan probeer je dat toe te lichten.
Nou, een ander idee wat daaruit voortvloeit is het idee van emanatie. Wat ook gaat over hoe het ene het vele wordt. En Pythagoras heeft dat met een symbool, dat is wat je daar rechts ziet, de tetractis proberen weer te geven. Dat betekent letterlijk uitstromen, of de uitvloeiing van leven. En het houdt in dat er altijd een soort van bron is, dus een bronbewustzijn. Maar zo'n bronbewustzijn, dat is een sfeer voor lager bewustzijn, wat daartoe wordt aangetrokken op basis van een gelijke karakteristiek. En die wezens die blijven dus ook gedurende een hele evolutieperiode met dat bronbewustzijn verbonden. Nou, dat kun je zien bijvoorbeeld als wij mensen als onderdeel van de aarde, als onderdeel van een zonnestelsel, maar bijvoorbeeld ook al het leven wat onderdeel is van ons. Cellen, atomen die ons leven hebben binnen onze sfeer van bewustzijn, waar wij weer een bronwezen voor zijn. En dat zie je dus ook zo in die tetractis. Hè? Dus elk bolletje op zich kan ook weer dus een bronwezen zijn voor wezens die daar weer uit voortkomen. Nou, dat is eigenlijk dat basisidee van hoe het ene het vele wordt. En dat kom je dus ook tegen in de filosofie bij Pythagoras, die dat dan heeft over de monade, de oppermonade, of het een soort van bronwezen. Plato kom je dat tegen, Plotinus, die dat weer uitwerkt, de neoplatonici. En eigenlijk dus dat idee van eenheid in verscheidenheid. Ik heb ook zitten kijken van, kan je dit juweel nou wetenschappelijk duiden? Want dit is natuurlijk zo mystiek. Nou, er zijn natuurlijk vanuit de psychologie wel onderzoeken gedaan naar mensen die mystieke ervaringen hebben. En daar zie je wel dan weer parallellen tussen. Maar het is toch wel een beetje symboliek. Dus wat ik heb kunnen vinden is dat principe van fractals. Misschien kent u dat. He, dus dat je een bepaald grondpatroon hebt, wat zich elke keer weer herhaalt en herhaalt en herhaalt tot in het oneindige. En dat levert een gigantische complexiteit op elke keer van één grondpatroon. Ja, dat is ook een beetje hoe dat ene het vele wordt. Het is eenheid, het is toch, En je ziet dat dus overal in de natuur terug. En dus in de manier waarop varens groeien bijvoorbeeld. In de manier waarop ijskristallen ontstaan. In de manier waarop deze soort broccoli-achtige groenten, Romanesco heet die, groeit. Dat is, Dus je komt dat eigenlijk allemaal wel tegen. Een soort van, ook weer grondpatroon. En dat geeft ook een beetje een beeld van hoe dat dan, hoe dat ene dat vele wordt. En dat je dus in elk deel eigenlijk ook dus dat geheel weer kan leren kennen. Dat is eigenlijk wat het zegt. Hè? Dus dat is een soort van de sleutel van, een van de sleutels van dit juweel. Dan gaan we naar het volgende. En dus we hebben het al gehad over van oké, wij zijn dus in essentie dat grenzeloze zelf met een hoofdletter. He, dus in feite is het ook onvergankelijk, grenzeloos betekent dus ook eeuwig, onsterfelijk, onveranderlijk. Maar dat is natuurlijk niet wat we waarnemen. We zien continu dingen veranderen, we zien continu dingen ontstaan en vergaan. Nou, dat komt eigenlijk terug in dat volgende juweel, dat is het eerste juweel van wederbelichaming. En ook dat hebben we in vorige lezingen eigenlijk al min of meer behandeld met die grondstelling van cycliciteit. Wat je dus ook in al die religies en filosofieën ziet terugkeren. Hè? Dat er alles voortkomt uit een bron en daar ook weer naartoe terugkeert. Dat daar dus een cyclus is. En dat dat eigenlijk keer op keer zich herhaalt. Maar dan niet als een platte cirkel, maar als spiraalsgewijs. Daar komen we ook nog wel op. Nou, om daar iets meer over te zeggen, zeker als het gaat over wederbelichaming, hoe gaat dat principe nou? Leggen we dat schematisch toe, en dit schema is ook te vinden op onze boekentafel, waarbij je de mens dus kan zien als een stroom van bewustzijn vanuit dat grenzeloze. Dat is ook weer zo'n symbool om het mee uit te drukken. Dus grenzeloze zon, wij zijn daar een straal van. En dat die stroom die gaat helemaal tot aan het uiterlijke gebied, waar wij van allerlei onderdelen van onszelf, uiterlijke atomen, gevoelens, begeerten, gedachten, idealen, inzichten, eenheidservaringen, dat doen we allemaal op, hoort allemaal bij een periode van activiteit in een uiterlijk gebied, waarbij, dat noemen we zeg maar ons leven, daar doen wij ervaring op.
En langzaam maar zeker zie je dus dat aan het eind van een leven er een langzaam maar zeker een gerichtheid gaat verschuiven van meer dat uiterlijke naar het innerlijke leven. Een natuurlijke gerichtheid. En dat is eigenlijk hetzelfde als bij slaap. Hè? De dood is eigenlijk een soort van slaap in het groot. Dus we hebben een aantrekking tot wat meer innerlijke sferen, wat meer rust om al die lessen van het leven te verwerken. En tegelijkertijd is er ook een soort van teveel aan vitaliteit. Dat klinkt misschien vreemd, maar dat is vitaliteit op een lager niveau, op een lichamelijk niveau. Dus wij verliezen de grip op eigenlijk onze lagere bouwstenen. En dat is wat we ouderdom noemen. Dus dat is eigenlijk wat je ziet gebeuren als het lichaam veroudert. Dus we verliezen een soort van de grip en daardoor ontstaan er soms ook zijn we wat meer vatbaar voor ziektes, et cetera, gaat het lichaam wat achteruit. Nou, dan vindt op een gegeven moment zoiets plaats wat we dan de dood noemen. En dat is eigenlijk, zeiden we al vorige keer, niks anders dan ook weer een soort van geboorte, maar dan op een innerlijk gebied. Nou, er zit nog een fase tussen. En er is nog veel meer te zeggen natuurlijk over dit proces van leven en dood. Ik zei al, eerste tipje van de sluier. Dus we gaan dan, trekken we eerst ons even terug in een tussengebied, het astrale gebied of een begeerd gebied, waarin we nadat we het lichaam hebben losgelaten, ook onze persoonlijke begeerten, neigingen, wat meer bij het aards gebied hoort, loslaten. Dan is er een proces wat we dan de tweede dood noemen, en dan is eigenlijk ons bewustzijn vrij in een geestelijke sfeer waarin die dan al zijn lessen verwerkt in een periode van rust. Totdat die eigenlijk langzaam maar zeker die rustperiode ook weer tot zijn einde komt en er weer langzaam maar zeker weer aantrekking komt om meer ervaring op te doen. En begeven we ons als bewustzijn, trekken we ons weer naar het uiterlijk gebied toe. En als de omstandigheden daarvoor geschikt zijn, dan vinden we weer een soort van poort bij twee ouders, waardoor we weer geboren kunnen worden en eigenlijk weer al die ook bouwstenen die we eerder hebben gebruikt weer oppakken en daar weer mee verder gaan en we dan verder gaan in wat we dan een wedergeboorte kunnen noemen en weer een nieuwe periode van activiteit. En dat is even zo'n hele snelle schets van zo'n cyclus. Dus we hebben dit ook schematisch op onze boekentafel. En belangrijk om daarbij te vertellen is dat daar twee delen zijn in de mens die daar een belangrijke rol in spelen. Dus je zou kunnen zeggen een onvergankelijk deel en een vergankelijk deel. Het onvergankelijke deel wat eigenlijk van leven na leven een soort van voortduurt, wat duurzaam is, waarin eigenlijk ons werkelijke karakter huist. En het vergankelijke deel wat we elke leven eigenlijk weer opnieuw opbouwen. Wel met dezelfde bouwstenen, maar toch opnieuw. We krijgen weer opnieuw een naam als we geboren worden. En worden opnieuw in een bepaald milieu geboren. En met allerlei dingen om ons heen bouwen bepaalde gevoelens op, begeerten, allemaal onderdeel van dat ene leven. Maar uiteindelijk nemen we de belangrijkste levenslessen mee, die wat meer in in dat hogere denken zitten. Wat meer de inzichten die we opdoen. Momenten van eenheidsbesef. Je zou kunnen zeggen de wat meer hogere gedachten, wat meer wetenschappelijke gedachten. Dus hoe zitten dingen in elkaar? Goed, bepaalde ook vermogens die daarbij komen kijken. Wiskundig inzicht, noem maar wat. Dat soort dingen, die zijn wat duurzamer dan dat. We hadden al wat voorbeelden gegeven over cycliciteit in de religies. Je vindt dat zelfs ook terug in de westerse religies. De oosterse religies kennen we dit, het principe van reïncarnatie allemaal wel. Maar zelfs in het vroege christendom, maar ook bijvoorbeeld in de islam, vind je aanwijzingen waarin dat ook onderdeel was ooit van die religies. Ook in de filosofie komen we dat tegen. Bijvoorbeeld in een bekende verhaal van Socrates, die wat Plato beschrijft in een van zijn dialogen. Die op een gegeven moment tot een gifbeker wordt veroordeeld wegens het vermeende verpesten van de jeugd. En hij accepteert dat heel erg gelaten.
heeft daar ook wel eens een uitgebreide uitleg bij. Dat is nog een dialoog die daar helemaal over gaat. Maar een specifieke dialoog, de Phaidon, gaat dus over dat proces vlak voordat hij die gifbeker neemt. En zijn vrienden die omringen Socrates. En die vragen zich allemaal af, hoe kan het nou dat hij niet bang is? Waarom lijkt het hem helemaal niks te doen? En die vragen hem dan van, ja, hoe zit dat nou precies, Socrates? En er begint dan een dialoog te ontstaan, waarbij Socrates vraagt van, ja, hoeverre is nou dat lichaam zo belangrijk? Zeker voor ons filosofen. En hoe weten we dat het eind van het lichaam ook het eind van de ziel zou betekenen? Dat weten we helemaal niet. En is het lichaam in het leven eigenlijk niet veel meer een beperking? Het is heel vaak zo dat we eigenlijk onze zintuigen nemen allemaal dingen waar, maar die verwarren ons meer als we het hebben over de essentiële dingen van het leven. De dingen die we meer met onze geest proberen waar te nemen, zoals wat gerechtigheid is en wat schoonheid is, wat goedheid is. Daar zit dat lichaam eigenlijk heel vaak bij in de weg. Dus hij vraagt zich af, van, is het nou niet zo dat die bevrijding van de ziel van het lichaam eigenlijk niet betekent dat we dan dat soort zaken juist na de dood veel beter kunnen waarnemen? En dat dat juist is wat filosofen moeten nastreven. Dus hij zegt eigenlijk, het bevrijden van de ziel, zo mogen we het toch aannemen, is dan een streven dat voor niemand zo zwaar telt als voor de ware wijsgeer. Want de bevrijding en de scheiding van de ziel uit het lichaam, ja, daar leggen de filosofen zich toch op toe. Nou, je ziet dat heel mooi opgebouwd. En je ziet dat ook dat het later ook wel herhaald wordt. Hè? Een filosoof als Montaigne, die zei dat eigenlijk ook. Van, nou, we moeten juist in het leven heel erg niet die dood van ons afhouden. Maar hem juist de dood zijn vreemdheid ontnemen. We moeten met hem vertrouwd raken. Het is eigenlijk integraal onderdeel van dat leven. Nou, hij zei dat misschien wat meer wel vanuit de eenmaligheid. Plato koppelt dat juist wel heel erg aan de cycliciteit van het leven. Dus even later bouwt Socrates ook een hele redenering op waarin hij uitlegt van ja, het is eigenlijk veel logischer om te veronderstellen dat, nou ja, zoals wij alleen maar dood kunnen gaan vanuit een levende toestand. En we zien dat kinderen geboren worden in een levende toestand komen. Dat kan dus ook alleen maar vanuit de toestand van de dood. Dus dat is ook iets wat cyclisch is. Dus zo bouwt hij de redenering op dat eigenlijk levenden zo goed uit de doden voortkomen als de doden uit de levenden. Nou, ook in de wetenschap is er steeds meer aanwijzing voor dat idee van reïncarnatie. Om er twee onderzoekers te noemen, Ian Stevenson, die wel duizenden casussen heeft verzameld van allerlei kinderen die zich op jonge leeftijd ineens herinneringen hebben aan hun vorige leven, wat ze dus ook kloppend hebben kunnen maken. Dus die hele gedetailleerde beschrijvingen geven, waarbij ze precies hebben kunnen zien van, oh ja, dat is toen en toen gebeurd met die persoon. Wat ongeluk geweest dat ze hebben kunnen beschrijven, waar soms zelfs nog de littekens van terugkomen in bepaalde moedervlekken, dat is ook wel interessant. En dit zijn nog maar uitzonderingen volgens de theosofische leer, omdat er gemiddelde tijd tussen twee incarnaties veel langer is. Gemiddeld wel meer dan 1500, 2000, misschien wel meer jaar. Dus dat komt eigenlijk nog zelden voor dat het ook kloppend te maken is, dat het zo dichtbij ligt. En de andere is Van Lommel, die heel veel onderzoek gedaan heeft naar bijna doodervaringen. Waarbij eigenlijk ook heel veel mensen al hebben aangegeven, ja, ik ervoer gewoon dat ik als bewustzijn helemaal niet in dat lichaam zat. Ik was gewoon, ja, ik keek gewoon op mijn lichaam neer en ik was gewoon volledig helder, helderder dan ik ooit ben geweest. En die ervaringen zijn ook heel veel opgeschreven van mensen die dat meemaken. Een volgend juweel is het juweel van oorzaak en gevolg. En dat hangt natuurlijk heel erg samen met dat juweel van wederbelichaming. Want als je strikt uitgaat van een oorzaak en gevolg, dat wij dus zelf dingen zaaien, daar dus ook de dingen van op ons bordje krijgen, dan houdt dat niet op bij één leven. En dan is het ook logisch dat we dingen meemaken waar we worden geboren, dat dat niet zomaar is, dat dat ook onderdeel is van de oorzaken die we zelf eerder hebben gezaaid. Nou, in Sanskriet wordt dat ook wel karma genoemd, wat letterlijk handeling betekent. En
Eigenlijk, specifiek gezegd, gaat het erom dat een karakteristiek van een gevolg altijd gelijk is aan een karakteristiek van de handeling. En dus dat dat altijd een reactie is die correspondeert met de manier waar... En dat hoeft natuurlijk niet één karakteristiek te zijn, dat kan samengesteld zijn. Maar het is altijd een combinatie. Wordt ook wel de wet van herstel van harmonie genoemd. En een andere manier, en dat is wel eigenlijk de hoogste manier om te bekijken, is de meester die schreef dat karma gelijk stond aan Atman. Dus eigenlijk ook weer het ene, de eenheid. En eigenlijk de makkelijkste manier om dat te bekijken is ook weer uit te gaan van die onlosmakelijke verbondenheid van al het leven. Dus ik gebruik zelf altijd, probeer voor me te zien, een beeld van een soort van web. Een gigantisch web. Met allerlei banden die we op allerlei gebieden hebben. Wat we voor onszelf geweven hebben en ook weven. Waarin we dus allemaal verbonden zijn met elkaar. En zoals je zeg maar spinnenwebs voor je kan zien met allerlei knooppunten. Dan weet je gewoon dat elk knooppunt in dat web, elke beweging heeft invloed op al die knooppunten. Over dat hele web gezien. En zo zijn wij zeg maar ook zo'n knooppuntje. Dus we zijn met allerlei draden, onzichtbare draden van allerlei karakteristieken verbonden met elkaar. En er is niks wat niet invloed heeft. Alles is dus met elkaar verbonden. Alles hangt aan elkaar vast. Hoe klein die invloed ook is. Maar er wordt, in theosofie zeggen we ook, onze gedachten raken uiteindelijk de sterren. Dat is niet los van elkaar te zien. Nou, dat werkt altijd van binnen naar buiten. Dat is misschien goed om erbij te vermelden, want mensen hebben bij het idee van oorzaak en gevolg heel vaak een soort van mechanisch idee. Maar dat is altijd wel vanuit de vrije wil. Het begint altijd bij een bepaalde wil, een bepaalde drang om iets naar buiten te brengen, te groeien. Vanuit daar handel je. Bij mensen gaan daar altijd ook gedachten aan vooraf. Wij willen iets bereiken, we doen iets. En elke handeling heeft altijd eerst een gedachte die eraan vooraf gaat. En eigenlijk reageert die omgeving daarop. En zou je dus kunnen zien, positief gezien, altijd als een soort van veld voor onze eigen innerlijke groei. Dus wij handelen op een bepaalde manier. Soms meer onwetend dan wetend. Maar ook dan, vanuit die reactie, vanuit die omgeving, kunnen we juist leren daarvan. Nou, dat zie je dus ook heel duidelijk terug in de filosofie. En dus met name daarin zit ook die betekenis van, de herstel van harmonie. Ja, want er wordt natuurlijk heel vaak gezegd van, zeker als er onrecht wordt gedaan, wordt er gedacht aan wraak, een soort van oorzaak en gevolg van oog om oog, tand op tand. Nou, dat is dus precies wat karma niet is. Want vanuit de eenheid gezien ben je jezelf dan alleen maar verder aan het isoleren van die eenheid. Want elke daad van onrecht waarmee we een andere daad van, of die we proberen te vergelden met een andere daad van onrecht, is eigenlijk alleen maar een zaadje voor nieuw onrecht. En dat gaat actie en reactie op elkaar door. En dan heb je, zoals je bijvoorbeeld in het Midden-Oosten ziet, dat blijft maar doorgaan. Dat is elke keer weer opnieuw toch naar geweld grijpen en daar weer dan de reactie van zien. Terwijl niemand gedoemd is om onrecht te begaan, er altijd vrije wil is. Maar het wordt natuurlijk wel steeds moeilijker naarmate iemand een karakteristiek heeft opgebouwd waarin die elke keer op dezelfde manier reageert, zijn geweten negeert en zichzelf dus isoleert, om daar dan weer harmonieus in te worden. En daarom zie je eigenlijk de filosofen dus zeggen van, je mag dus niemand onrecht vergelden of een kwaad doen, wat je hem, van hem ook moet verduren. Ook wel deze. Van Lao Tse, ik ben goed voor zij die goed zijn, maar ik ben ook goed voor zij die niet goed zijn, want dat is goedheid. En dat heeft dus ook heel veel praktische consequenties. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe we omgaan met misdadigers, misdaden. In hoeverre heeft dat straffen nou daadwerkelijk zin? In hoeverre heeft dat uiteindelijk zin om mensen weer wat meer in die verbondenheid te krijgen, die eenheid te laten ervaren? Een heel mooi voorbeeld daarvan is wat je dus in de Afrikaanse filosofie ziet. Ik ben omdat wij zijn, Ubuntu. Wat ze tot uitdrukking hebben gebracht in de waarheidscommissie toen, bij het eind van de apartheidstrijd in Zuid-Afrika.
waarbij ze dus juist eigenlijk dit toepasten. Probeerden goed te zijn voor zij die niet goed waren. En dat betekent niet dat ze dus alleen maar lief waren. Hè, dus ze hadden allemaal wel, moesten zich verantwoorden. En moesten zeg maar oog in oog staan met hun misdaden en daar ook duidelijk berouw voor tonen. Maar het was wel een manier die constructief was en die niet tot zo'n cascade van geweld leidde. Nou, in de wetenschap is het eigenlijk heel makkelijk te ontdekken, want die gaat alleen maar uit van oorzaak- en gevolgrelaties. Dus het continu aan het zoeken. Alleen is het natuurlijk zo dat de materiële wetenschap vooral wel naar de buitenkant kijkt en niet die binnenkant meeneemt. Maar het is ook interessant als je dan verder kijkt, waarbij dat wel gebeurt. Hè, bijvoorbeeld zoals dat herstelrecht. Dat is dus dat idee dat je mensen niet direct moet straffen, maar ze eigenlijk moet leren om het beter te doen. Hetzelfde als met die waarheidscommissie. Nou, dat blijkt dus ook gewoon uit wetenschappelijk onderzoek. Dat levert gewoon een stuk minder recidieven op. Dat zorgt ervoor dat mensen niet opnieuw in de fout gaan. Dat is gewoon eigenlijk de beste manier om daarmee om te gaan. En de andere die wel heel mooi aansluit bij dat idee dat het altijd van binnenuit komt, is het idee van het Pygmalion effect. Dat komt van een mythe waarin een kunstenaar verliefd werd, Pygmalion, verliefd werd op zijn eigen beeld. Hè, dus hij idealiseerde dat zo. En uiteindelijk kwam dat beeld daardoor ook tot leven met de inbreng van de goden. En dat zie je bijvoorbeeld in het onderwijs terug. Hè, er zijn onderzoeken dat als je leraar een klas geeft en ze weten niets van die klas, ze weten niet wie ze voor zich hebben, maar wordt ze verteld, dit zijn echt de beste leerlingen die je maar kunt krijgen. Die zijn gewoon, halen alleen maar tienen, zijn gewoon allemaal bollebozen, kunnen supergoed leren, et cetera. En ze denken dat ze dat voor ze krijgen, dan presteren die leerlingen ook beter. He, dus die leraar die denkt dat dat zo is, ook al heeft hij gewoon een gemiddelde klas voor zich, hij denkt, hij wordt in de waan gehouden dat het dus allemaal topleerlingen zijn, en dan zie je dus ook dat de cijfers omhoog gaan. Dus dat is gewoon veel gerepliceerd effect in allerlei gebieden. Dan zie je dat het dus eigenlijk op die manier werkt. Nou, nog eentje voordat we pauzeren. En dat is het juweel van hiërarchieën. En eigenlijk hebben we daar al een beeld van gegeven, ook bij dat eerste juweel wat we behandelden, van hoe het ene het vele wordt, waar we dit beeld gaven. Waarbij we eigenlijk zeiden van, als je emanatie ziet, dan zie je dus eigenlijk dat er allerlei gebieden van bewustzijn zijn, allerlei niveaus van bewustzijn die met elkaar samenwerken. Bronbewustzijn die een sfeer schept, lager bewustzijn die daartoe wordt aangetrokken. En zo zien we dus ook dat we bijvoorbeeld op deze planeet allerlei vormen van leven hebben. Mensen, dieren, planten, mineralen, maar ook voor ons wat minder zichtbaar lagere rijken, elementale rijken noemen we die in de theosofie. En ook daarboven de mensen nog rijken. En eigenlijk zo zien we dat in het heelal natuurlijk ook. Hoe ons lichaam hiërarchisch is opgebouwd met organen, et cetera. En zo wordt dat anders ook wel genoemd in het Sanskriet. Met dat begrip loka's en tala's. Eigenlijk verschillende gebieden van bewustzijn. Die tussen het geestelijke en het stoffelijke in liggen. Waar we in ons in begeven. En dan kwam bijvoorbeeld zoals we nu met deze lezing, hopelijk niet alleen maar hier lekker op deze stoel in deze aangename warme ruimte zitten, maar ook op een denkgebied bezig zijn. Ook met elkaar continu met ideeën bezig zijn, op een ander gebied bezig zijn. Nou, die hiërarchieën die kom je eigenlijk ook in alle religies wel tegen. In alle westerse religies, jodendom, christendom, islam, over serafijnen, cherubijnen, tronen, aartsengelen, engelen, hele hiërarchieën van treden van bewustzijnsniveau, zou je kunnen zeggen. Grieken hebben het over goden, halfgoden, helden. Boeddhisme hebben het dan weer over boeddha's, Adi-boeddha als de oorsprong, Dhyani-boeddha's, Dhyani-bodhisattva's, Manushya-boeddha's, etc. In de filosofie kom je dat natuurlijk ook tegen, bijvoorbeeld bij Plato, maar ook de Bhagavad Gita, waar over verschillende bewustzijnsklassen gesproken wordt.
De wijzen, de wachters, de werkers heeft Plato het over bijvoorbeeld. En met onderstreping vooral bewustzijnsklassen, omdat dat niet betekent dat er, dat iets is wat via overerving gaat. Hè. Dus eigenlijk het gedegenereerde idee daarvan is dat idee van de kastenstelsel in India. Hè, dus ze beschrijft meer van, de ene is verder dan de andere, heeft dus ook meer verantwoordelijkheid voor de andere. En dat is uiteindelijk zijn mensen daar een soort van macht aan gaan ontlenen. En is dat veel meer een soort van discriminatiesysteem geworden in India. Maar er zit een veel filosofische kern achter. In de wetenschap komen we dat natuurlijk ook overal tegen. Hiërarchieën in de kosmos. Hoe de kosmos is ontstaan. In de biologie, in de ecologie. Met verschillende natuurrijken. Ecosystemen die helemaal uit te tekenen zijn met allemaal hiërarchieën van bewustzijn die eigenlijk binnen zo'n ecosysteem leven. En het leuke is dat je ook dan weer vertalingen ziet naar weer menselijke organisatievormen, gebaseerd op dat idee. En een moderne uitingsvorm daarvan is wat ze dan holocratieën noemen, waarbij je eigenlijk zegt van, elke persoon in de organisatie is een soort van zelfstandige eenheid. En die zou eigenlijk een bepaalde functie moeten hebben. Die deelt misschien een functie met een andere zelfstandige eenheid. En dat zou je dan een afdeling kunnen noemen. In de holocratie noemen ze dat dan cirkels. Maar dat zijn allemaal zelfsturende delen, zeg maar. En wat zo'n organisatie bindt is eigenlijk een gemeenschappelijk doel, een gemeenschappelijke betekenis. Maar die dus heel anders tekenen ze zo'n organisatie veel meer dus vanuit wat is het doel, wat is een functie, in plaats van wie is de baas en wie heeft de verantwoordelijkheid over wie, et cetera. En dat is wel heel mooi hoe dat, en dat, dat is een hele moderne manier van werken, wat dus ook heel goed blijkt te werken, waar heel veel, vooral ICT-bedrijven nu mee experimenteren. En wat eigenlijk gewoon een kopie is van hoe het in de natuur werkt. Dit waren eigenlijk vier van de eerste juwelen. En samen met de drie die we nog na de pauze zullen behandelen, kunnen we uiteindelijk een antwoord gaan geven op de zin van het leven. Maar dit geeft denk ik al wel een beetje idee. Dus als we bijvoorbeeld hebben over het idee van reïncarnatie, wederbelichaming, dat onderscheid, in bewustzijn van waar richten we ons op. Dat geeft al iets aan over van waar moeten we dat nou zoeken? Als we hier eenmalig zijn, hebben we daar hele andere antwoorden op de zin van het leven, maar waarschijnlijk als dat we uitgaan van bijvoorbeeld iets cyclisch. Ik ben benieuwd of u dat herkent. Misschien heeft u zelf daar voorbeelden over of vragen over dit deel. Dan ga ik naar nu duiken. Was het te volgen? Ja. Oké. Want dan, ik check het maar even. Wat de stilte betekent. Misschien ook, ik ben wel benieuwd, want herkennen jullie misschien vanuit die verschillende stromingen, wetenschap, filosofie, religie, een aantal van die juwelen die we hebben laten zien? Sowieso herken ik het wel. Het is alleen best wel lastig om een direct voorbeeld te genereren. Ja, kan ik me ook wel voorstellen. De wetenschap kijkt natuurlijk met name ook wat meer naar de buitenkant. Dus dat is niet altijd goed herkenbaar. Bijvoorbeeld die cycliciteit, wederbelichaming. Dat speelt zich natuurlijk deels ook op een soort van onzichtbaar gebied af. Dus dan is dat ook soms ook wel moeilijk. Maar er komt steeds meer, dit zijn zeker de onderzoeken die ik heb aangehaald, zijn allemaal van de redelijk recente tijd. Zoals je ziet in de tijd waarin Blavatsky dit naar buiten bracht in 1888, later de Bruker in de jaren 20 van de vorige eeuw. Dan is er al zoveel meer bijgekomen wat daarop wijst.
zeg maar. Dus dat is wel heel interessant om te zien. Dat langzaam maar zeker komt dat wel naar boven. Ja. Even pauzeren dan maar. Oké, doen we dat. Oké, hier waren we gebleven. Ik heb even uitgegrijsd wat we al besproken hebben. Ik hoop dat het ook al een beetje gaat borrelen over wat zou nou het antwoord zijn op die vraag van de zin van het leven vanuit de theosofie gezien. Ja, dus het zegt al over iets meer dan in ieder geval één leven, zeiden we al. Maar dat je daar ook nog oorzaak en gevolg invloed op kan uitoefenen, verschillende bewustzijnsgraden kent. Maar laten we verder gaan. Als je ook kijkt naar die eerste drie met name, hè, dus een cyclische wederbelichaming, oorzaak en gevolg, verschillende hiërarchieën van bewustzijn, dan kun je herkennen dat daar al een soort van proces in zit. En een andere manier om dat proces te schetsen, dat heeft Herman Vermeulen ook al in een van onze eerste lezingen gedaan van dit seizoen, is de cyclus van gedachte, handeling, gewoonte, karakter. Dus die heeft hij laten zien van eigenlijk alles bij mensen begint uiteindelijk bij het denken, bij gewoon gedachten. Elke handeling die we doen gaat uiteindelijk gedachten aan vooraf. Of we dat nou bewust zijn of niet, of dat nou gewoontes al zijn of niet. Het is ooit met gedachten begonnen. Dat zijn gewoontes geworden, die herhalingen van handelingen. En eigenlijk is ons karakter niks anders dan zo'n optelsom van al die gewoontes. En wat we daar dan nu toe kunnen toevoegen is dat natuurlijk als je uitgaat van de cycliciteit van het leven, dat dat niet alleen maar geldt voor één leven, maar dat dat ook geldt over meerdere levens heen. Dus dat dat eigenlijk in zekere zin daarmee ook ja, je eigen lot laat bepalen. Gewoon je eigen gedachten, handelingen op elk moment zijn allemaal stukjes die bijdragen aan, nou ja, uiteindelijk ook niet alleen maar dit, maar ook je lot in volgende levens. Nou, dat is eigenlijk ook wat dat juweel, dat vierde juweel van zelfwording wil zeggen. Het betekent, is eigenlijk de letterlijke betekenis van dat Sanskriet woord daarvoor, svabhava. En het duidt op een bepaald kenmerk, wat soort van inherent is aan ons eigen wezen, wat ons uniek maakt. Wat we eigenlijk steeds meer tot uitdrukking proberen te brengen. Wat we dan dus doen, eigenlijk nou ja, met elke gedachte die we denken, met elke handeling die we doen en herhalen. En in zekere zin worden we dus ook altijd onszelf. We erven onszelf, zou je kunnen zeggen. Dus wij worden niet zomaar als een blanco blad geboren. We hebben niet zomaar bepaalde talenten, we hebben niet zomaar bepaalde eigenschappen. Soms hadden we misschien gewild dat het anders in elkaar zat. Nou, er is helaas niemand anders naar wie we echt kunnen wijzen, behalve naar onszelf. Maar het is tegelijkertijd ook het meest optimistische idee, want het houdt ook in dat je dus zelf ook je lot bepaalt. Met elke gedachte die je denkt, kun je daar weer een nieuwe wending aan geven, aan je ontwikkeling als karakter. Dus twee betekenissen, eigenlijk dus dat we onszelf dus uiteindelijk altijd worden. En ook een bepaald uniek kenmerk wat wij met ons meedragen. Wat we steeds verder weten te ontplooien. En je ziet dat ook in de natuur terug. Er is geen blad aan de boom hetzelfde. En er is geen mens hetzelfde. We hebben ook allemaal unieke eigenschappen. Allemaal nou ja, tot aan onze vingerafdrukken aan toe. Irissen, allerlei manieren om onszelf ook te identificeren. We zijn allemaal uniek. En dat is een idee wat je natuurlijk ook in heel veel religies tegenkomt. En ook nog een onderscheid tussen twee zelven daarin. En er wordt heel vaak gesproken over een lager en een hoger zelf. Over het zelf wat meer gericht is op het ik ben ik als individu of eigenlijk als persoonlijkheid los van anderen. En een zelf wat zich veel meer één weet met anderen, wat veel meer die verbondenheid ziet, wat uitgaat van dat geheel, van dat we continu in interactie zijn met elkaar, dat dat eigenlijk niet los te zien is van elkaar. En
symbolisch wordt dat in heel veel religies ook weergegeven met een soort van strijd. Dus een heilige strijd, een heilige oorlog, maar wat dus eigenlijk een eerlijke strijd is. In de islam noemen ze dat de jihad. In het grote werk Mahabharata van het hindoeïsme wordt dat beschreven in de strijd die Arjuna voert tegen zijn eigen familie. In de Bhagavad Gita gaat dat met name over. En dan zie je dus dat dat eigenlijk een soms ook een loslaten is van waar we dan mee vereenzelvigen, wat we soms zelf noemen, maar wat we eigenlijk niet in essentie zijn. Dat dat unieke eigenlijk veel meer zit in dat wat we tot uitdrukking brengen als we wat meer dat geheel zien. En dat zie je eigenlijk op ook een natuurlijke manier. Als echte groepen als geheel werkt, dan ontstaan er vanzelf een soort van natuurlijke taakverdeling. Jij bent goed in dit, ik pak dat wel op. En dat er eigenlijk, je herkent dat misschien wel als je echt een keer in een goed team hebt gewerkt. Waar gewoon allemaal complementaire eigenschappen zijn waarmee je de taken kunt verdelen. In de filosofie wordt dat eigenlijk ook heel duidelijk, komt dat terug. En met name bij Plato, die dat eigenlijk ook omschrijft als, of definieert als rechtvaardigheid. Die eigenlijk zegt, als ieder zijn functie zou uitoefenen ten behoeve van het geheel, dat is wat je eigenlijk rechtvaardigheid zou kunnen noemen. Dat houdt dus ook in dat iedereen ook de kans moet krijgen om die plek te vervullen, zeg maar. Dus dat werkt natuurlijk dan ook twee kanten uit, van het individu naar het geheel, maar ook van het geheel dan naar dat individu. Dus ieder brengt in wat hij kan en ontvangt wat hij nodig heeft. Dat is dan het idee. En in de wetenschap kom je dat natuurlijk ook heel duidelijk tegen. Het uniciteit, ik zei al, geen blad aan de boom is hetzelfde. Je komt overal, zie je eigenlijk alles met unieke patronen. We hebben dat inmiddels helemaal uitgeplozen tot in ons DNA, zeg maar. Waarin we zien dat we uniek zijn. En we zien dus ook in de psychologie hoe dat helemaal daarop wordt gericht. In het onderwijs, waarvan we weten, het beste onderwijs zou toch het 1-op-1 onderwijs zijn. Maatwerk, dat levert het meeste op. Het is natuurlijk heel moeilijk dat te realiseren, maar tenminste, zolang we bereid zijn daar niet zo heel veel extra centen voor neer te leggen. Maar dat zou uiteindelijk wel het meeste op kunnen leveren. Dus dat is dat idee van zelfwording. Dat we eigenlijk steeds meer dat innerlijke, unieke in onszelf ontplooien. Nou, hoe gaat dat dan verder als je dat wat meer over de lange termijn ziet? En dan hebben we het eigenlijk over het idee van progressieve evolutie. En weer even terug naar wat we voor de pauze hebben laten zien, dat schema van die cyclus van wederbelichaming. We zeiden al van die cycli, dat is niet gewoon een soort van plat, dat is niet iets wat we steeds herhalen. Daar zit altijd iets van progressie in. Dus dat is altijd te zien als een soort van spiraal. Als het goed is, leren we. Als het goed is, dat kan bijna niet anders. Elke seconde doen we wel input op die we proberen te verwerken. En we kunnen bijna niet leren. We kunnen wel een bepaalde richting uitgaan waardoor we het onszelf moeilijk gaan maken. Maar over het algemeen leren we en doen we elke keer wat meer ervaring op proberen dat verder uit te bouwen. En dat is eigenlijk een proces wat je ook zo boven zo beneden in een aantal stadia kunt onderscheiden. En we hebben eerder met u de 7 aspecten behandeld. En dus dat je eigenlijk bewustzijn kan onderscheiden in 7 aspecten. Het denkbewustzijn ook weer kan onderscheiden in 7 aspecten. Nou, die hebben we hier ook weer in dit schemaatje terug laten komen. Dus lichamelijk aspect, gevoelsaspect, vitaliteit, begeerte, het intellectuele, het inzichtelijke en het eenheidsbesef. En eigenlijk wat dat juweel van evolutie beschrijft, is dat dat niet alleen maar een kwestie is van evolueren, wat letterlijk betekent uitwikkelen, betekent, maar dat er ook altijd iets is wat zich parallel daaraan inwikkelt. En dat is dus het woord involutie, dat kennen we niet zo. We kennen allemaal de evolutietheorie, de involutietheorie, hebben we nog nooit van gehoord. Maar volgens de TSV gaat dat altijd met elkaar op.
Er kan niks ontwikkelen wat er niet eerder ingewikkeld is. Dus wij beginnen ooit in een cyclus met een bepaald eenheidsbesef, onbewust, vanuit een bepaald geestelijk niveau, als onbewuste godsvonk wordt dan wel gezegd, zijn we ooit die evolutie aangevangen. En dat wikkelt zich in iets lichamelijks, het inzichtelijke wikkelt zich in, het intellect wikkelt zich in, het begeerte wikkelt zich in. En terwijl het ene inwikkelt, ontwikkelt het andere. Dus je kan dit eigenlijk als een hele uitgebreide cyclus zien die miljarden en miljarden jaren duurt, over vele evolutiefasen heen. Je kan dit bekijken vanuit de menselijke evolutie, dus alleen maar ons menselijke bewustzijnsschool. Dus even los van het dierlijke of het plantaardige of het goddelijke of het minerale. Dan lopen we deze evolutie alleen maar voor op het gebied van het denken. En je kan dat kleiner maken, je kan dat beschrijven in periodes van honderden miljoenen jaren, waarin één zo'n denkaspect eigenlijk centraal staat. Maar die zijn ook weer onder te verdelen in 7 fasen, enzovoort, 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 totdat je uiteindelijk bij één leven terechtkomt. En dan kan je dus gaan ontdekken dat er in één leven eigenlijk ook bepaalde aspecten zijn die een bepaalde fase van het leven meer een rol spelen. En als je zeker het gaat hebben over onderwijs en opvoeding, is dat een hele interessante manier om daar dan naar te kijken. Van wat zijn nou de bewustzijnsaspecten die op welke leeftijd eigenlijk tot uitdrukking komen. En dan kun je die 7 aspecten en ook die volgorde kan je dan op een gegeven moment gaan herkennen. En dat een baby bijvoorbeeld eigenlijk als een soort van, nog een belichaamd eenheidsbesef is. Die ziet nog helemaal geen onderscheid, die maakt nog helemaal geen onderscheid. Die kijkt gewoon totaal vanuit het geheel, zeg maar, die wereld in. En langzaam maar zeker begint daar wat meer een gevoel te ontwikkelen. Eerst moet dat lichamelijke zich evolueren, moet alles weer in ritme, alles moet opgebouwd worden. Een bepaalde, we zeggen altijd, rust, regelmaat en zo erin brengen. En dan komt het gevoel tot ontwikkeling bij kinderen, zie je dan. Dan gaat dat inzichtelijke zich inwikkelen. Dan zie je dat er soms wel hele intuïtieve vragen worden gesteld, maar die dan vooral niet intellectueel moet gaan uitleggen, want dan zijn ze je kwijt. En zo zie je dat eigenlijk al die stappen te herkennen zijn in de ontwikkeling, ook in het klein, ook in één leven. Er is nog veel meer over te zeggen. Zeker als het gaat over opvoeding, onderwijs, hebben we daar een heel symposium aan gewijd. Hele dag over gesproken, of 2 dagen zelfs. Uitgebreid verslag van gemaakt. Maar in de groot is dat dus eigenlijk een evolutie die gaat van eigenlijk het onbewuste eenheidsbesef totdat we uiteindelijk zelfbewustzijn ontwikkelen. En dat doen we vooral in dit mensenrijk, met de ontwikkeling van het denken. Omdat we dan zeg maar met dat denken een soort van spiegel hebben op onszelf. Wij kunnen op onszelf reflecteren, zelfbewust worden. En dan wordt dat uiteindelijk ook over een lange evolutieperiode zelfs iets goddelijks. Wij mensen hebben dat goddelijk ook in ons, om dat uiteindelijk tot bewustzijn te brengen. Nou, een voorbeeld uit hoe dat in religie terugkomt is deze uitspraak van Rumi uit het soefisme, de esoterische islam. Die het heel kort zei: ik stierf als steen en werd plant. Ik stierf als plant en werd dier. Ik stierf als dier en werd mens. Dus waarom zou ik bang zijn om opnieuw te sterven? De volgende keer zal ik sterven en vleugels ontwikkelen en veren, net als de engelen. En daarna zal ik opstijgen, hoger nog dan de engelen. Eigenlijk ook die hele evolutiecyclus gewoon in een paar regels. En dat dus niet zozeer in die vormen, maar als bewustzijn, waarin wat dus over die hele lange cyclus elke keer weer de vorm aanneemt die past bij zijn ontwikkeling. Nou, dat kom je ook tegen in de filosofie. Bijvoorbeeld bij Leibniz, die in zijn monadologie het een en ander daarover schrijft. Die eigenlijk zegt van wij mensen zijn monades, in essentie grenzeloze punten van bewustzijn. En die zijn ook allemaal in verschillende maten van ontwikkeling en proberen steeds meer van het grenzeloze naar buiten te brengen.
Nou, bouwde daarop voort, dat idee komt niet alleen maar van hem. Dat vindt zijn oorsprong al bij Pythagoras. Toen had je de Neoplatonici die dat verder uitwerkte. Giordano Bruno ging daarmee aan de slag. En uiteindelijk Leibniz die dat daar bekend mee werd, maar eigenlijk dus voortbouwde op eigenlijk hele oude ideeën ook weer. Nou, in de wetenschap kennen we natuurlijk allemaal wel dat begrip van evolutie. Maar ik zei al, in de opvoeding, pedagogie kun je heel dus duidelijk bepaalde levensfasen herkennen. En dus in de vrije scholen doen ze daar heel veel mee. Vanuit de antroposofie, die ook weer eigenlijk een voortvloeisel is van de theosofie, werken ze echt heel bewust met die levensfase. Voor het zevende jaar gaan we nog niet heel uitgebreid met allerlei wiskundige sommen aan de slag. Dat doen we pas vanaf zeven jaar gaan we rekenen, want dan wordt dat intellectuele wat meer wakker. En dan gaat dat veel sneller dan dat we allemaal dat al vanaf drie, vierjarige leeftijd proberen erin te proppen. Nou, de evolutieleer beschrijft natuurlijk ook een soort van progressie, maar dan wat meer op materieel niveau. En dus daar wordt natuurlijk wel ook wel beschreven hoe dat werkt, van wat we weten. En je ziet dat natuurlijk ook in de geschiedenis, die toch uitgaat van dat er wel, ondanks dat er ook een hoop verval is tussendoor van beschavingen, maar uiteindelijk zie je wel dat er dat men wel uitgaat van een bepaalde progressie daarin. Nou, dat zou je al kunnen zien als een soort van de zin van het leven, hè? Steeds verder leren ontplooien. Maar je kan natuurlijk ook nog de vraag stellen van, ja, maar waartoe dan? En dat is eigenlijk iets wat in het laatste juweel wat we willen behandelen vooral tot uitdrukking komt. Het juweel van de twee paden. En dat gaat met name over het motief wat we hanteren in het leven. Het motief wat we hanteren ook voor groei, voor ontwikkeling, ook al is het ontwikkeling van bewustzijn. En er zijn eigenlijk gewoon twee die je kan kiezen, die eigenlijk altijd openstaan, op elk moment, op elk niveau, voor iedereen. We kunnen het pad gaan voor onszelf. Hè, dus we kunnen dat natuurlijk wel doen, ook vanuit de geestelijke kant gezien, ook het spirituele. Maar desalniettemin voor onszelf. Maar we kunnen ook vanuit dat beeld dat eigenlijk alles verbonden is met elkaar, dat ik in zekere zin illusoir is. Gewoon een, ja, iets wat zich ik noemt, maar wat eigenlijk een eenheid is met al het andere. En dan is eigenlijk het natuurlijke motief het mededogen. Om bevrijding, niet alleen voor jezelf, maar eigenlijk voor het geheel na te streven. Nou, dat is iets wat je vooral heel duidelijk ook terugziet in de theosofie, dat laatste. Een van de spreuken van Blavatsky uit de Stem van de Stilte. Kan er zaligheid bestaan wanneer al wat leven moet lijden? Zult gij gered worden en heel de wereld horen klagen? Dat is wat je in sommige religies wel tegenkomt. Je moet vooral streven naar bevrijding. Dit is allemaal maar illusoir. Dus we kunnen daar boven uitstijgen. Maar wat dat heel individueel benaderd wordt. We kunnen dat inderdaad, we kunnen spiritueel groeien, we hebben veel meer in ons. Het is ook wel een soort van hogere illusie op het moment dat je beseft dat eigenlijk alles verbonden is. En dat het dus eigenlijk veel logischer is om dan voor het mededogen te kiezen. Nou, in de filosofie komt dat ook heel duidelijk terug. We hebben gesproken over die metafoor van de grot van Plato, waarin eigenlijk ook gezegd wordt van, we kunnen zelfstandig uit die grot klimmen. Het leven is veel meer dan die schaduwen die we op de achterwand van die grot zien, dan die verschijnselen. We moeten op zoek gaan naar het licht in onszelf. De zon zoals die buiten de grot schijnt, zeg maar. Maar dan, dit is natuurlijk eigenlijk een plaatje wat over de mens zelf gaat, over de innerlijke bewustzijnssferen. Maar zoals dat ook in het verhaal van de grot gaat, dus op het moment dat je dat bereikt, dat je dat licht gezien hebt, dan besef je dat je niet losstaat van diegene waar je vandaan komt. En dat uiteindelijk die mensen dat ook allemaal in zich hebben. Dus ze kunnen allemaal in principe zelfstandig die grot uit. En ja, zou dat dan niet heel zelfzuchtig zijn als je daar gewoon lekker een beetje blijft luieren en vergeten dat ze daar nog steeds
alleen maar geketend zitten en naar die schaduwen moeten kijken. Nou, je komt dat dus in de filosofie, zeker bij Plato, ook wel tegen, dat idee van mededoog. In de wetenschap eigenlijk ook op steeds meer gebieden, ondanks nog een schrijver, Rutger Bregman, met een boek uitkwam, De meeste mensen deugen. Omdat eigenlijk heel lang het idee was geweest dat we, vanuit het ook weer dat illusoire idee van de strijd om het bestaan, hè, dat is vooral vanuit eenmaligheid gedacht, dat we allemaal een soort van in een strijd zijn, de survival of the fittest, allemaal in competitie met elkaar, wat langzaam maar zeker ook door de wetenschap met de grond gelijk gemaakt wordt, van ja, er is niet omheen te gaan dat er altijd samenwerking is in de natuur. Heel veel voorbeelden daarvan. Altruïsme hebben ze dus ook nooit kunnen uitleggen volgens die theorie. En langzaam maar zeker zien ze dus ook dat anders in elkaar zit. En de meeste mensen deugen is ook een reactie daarop, waarin die historicus Rutger Bregman ook laat zien van ja, we hebben door de geschiedenis heen altijd maar gedacht dat het strijd was. Het is onzin. Hij laat ook allerlei onderzoeken zien die heel lang populair zijn geweest, die helemaal gefaked waren, allemaal om te zorgen dat idee van de strijdlustige mens, die alleen maar dat dunne verlieslaagje van beschaving heeft, maar eigenlijk een beest is, een soort van, ja, dat het allemaal illusie was, dat het maar een idee was, wat bij heel veel mensen leefde, maar helemaal niet op waar het gebaseerd is. En zo grappig, hij schreef daar toen in de Correspondent ook over een kort artikel en vroeg hij allemaal mensen, geef nou eens voorbeelden. Nou, dat binnen no time had hij bijna 1000 voorbeelden van mensen die zeiden, gewoon dagelijkse voorbeelden van hoe we altijd dingen voor elkaar doen. En dat het eigenlijk het meest logische natuurlijk is. Nou, wat ze ook zien is dat mensen ook uiteindelijk gezonder maakt, gelukkiger maakt. Meer veerkracht geeft, meer weerbaar maakt tegen stress, als ze zich voor anderen inzetten. Frans de Waal, een bekende Nederlandse bioloog, die ook heel duidelijk liet zien van dat is niet alleen maar in mensenrijk, maar ook in het dierenrijk heel duidelijk zichtbaar, dat mededogen. Heel veel onderzoek gedaan naar apen, waarin hij allemaal voorbeelden liet zien. En onlangs kwam ik ook nog een onderzoek tegen onder leiders, dat zou je niet meteen verwachten als je het hebt over de CEO's van deze wereld, die ondervraagd werden wat de belangrijkste kwaliteiten waren voor leiders. En die noemden mededogend, zelfbewust of mindful en onbaatzuchtig. Dus op allerlei manieren komt dat ook wel in de wetenschap weer tot uitdrukking, belang van mededogen. Nou, religie had ik hier even voor het laatst bewaard. Het meest helder komt dat terug in het boeddhisme, waarin ze zelfs ook twee typen boeddha's beschrijven. Het Pratyeka-boeddha en de Amrita-boeddha, of de boeddha die dus eigenlijk uiteindelijk zich soort van isoleert en dat in een latere fase ook zo weer zal moeten herstellen. En de boeddha van onsterfelijkheid die eigenlijk zo lang mogelijk probeert nirvana uit te stellen voor het geheel te werken. Eigenlijk kom je in alle religies kom je wel dat mededogen tegen. Het christendom, denk maar ook aan het hele verhaal van het kruis, van de kruisiging van Jezus, maar ook zo'n uitspraak als de eerste zullen de laatste zijn bijvoorbeeld, komt dat duidelijk terug. En in De stem van de stilte, die we net al even aanhaalden, het boekje van Blavatsky, schrijft ze ook heel duidelijk, mededogen is eigenlijk de wet der wetten. Het is waar de hele natuur zich op baseert. Alles is uiteindelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat is gewoon de natuurlijke wet der natuur eigenlijk. En op het moment dat je daar ook meer naar gaat handelen, dan zal die natuur ook steeds meer zich voor je buigen en zou je dus op een natuurlijke manier ook je functie daarin vinden. Nou, we hebben ze alle 7 gehad, een hele rit. Maar ik hoop dat het allemaal al wel weer een beetje ideetjes heeft gegeven voor de zin van het leven.
Misschien even tussendoor wat conclusies. Ten eerste, als je dus uitgaat van deze zeven juwelen, en die conclusie kan je ook al trekken op basis van die drie grondstellingen, dat eigenlijk alles bewustzijn is, dat alles leeft. Dat er niets is wat, eigenlijk alles is een uitingsvorm van bewustzijn. Alles heeft in essentie diezelfde potenties in zich. En er is niet een onderscheid tussen materie en stof, of tussen geest en materie, tussen stof en bewustzijn. Het is uiteindelijk allemaal één. Hè. Stof is gekristalliseerde geest, zeggen wij ook wel. Geest is een soort van etherische stof. Het is allemaal een verlengde van elkaar. Het is uiteindelijk allemaal leven. Nou, dat leven dat volgt cycli van activiteit en rust, hebben we besproken. Handelt op basis van vrije wil, is niet iets absoluuts, maar dat hangt af dus van het bewustzijnsniveau wat je hebt. Dus dat zien wij als mensen onderling ook al. Op het moment dat je meer weet, heb je ook meer mogelijkheden, meer opties. Spreek je meer talen, kun je in meer landen makkelijker uit de voeten, om een simpel voorbeeldje te geven. Dus dat is, naarmate wij groeien, hebben we dus meer, wordt die wil, zou je kunnen zeggen, vrijer, maar ook die verantwoordelijkheid groter. We doen dat altijd in samenwerking met elkaar. Er zijn altijd wezens, leven binnen leven, hiërarchieën van bewustzijn die met elkaar samenwerken. En wij kunnen niet zonder alle wezens die alleen al, als je daarover leest, wat er bijvoorbeeld in die bacteriën in onze darmen doen, dat is eigenlijk, dat is een superbelangrijke functie voor hoe we ons voelen, voor onze hele gezondheid. En wij zijn zelf ook integraal onderdeel van deze planeet. Herkennen misschien nog niet altijd precies wat die functie is. Zegt de TSV ook nog heel veel over, maar laten we het simpel houden vanavond. Wordt uiteindelijk zichzelf, dat idee van zelfwording. Niet alleen door cycli van handeling en steeds meer leren in samenwerking met elkaar, maar ook door iets dat unieke steeds meer te ontdekken en uit te drukken. Evolueert progressief, kan een pad kiezen voor zichzelf of voor het geheel. En op basis daarvan leert uiteindelijk het zelf met een hoofdletter of het ene, de eenheid kennen, door dat uiteindelijk te worden of te zijn. Dus als we weer even teruggaan naar die theorieën die we in het begin zeiden, dan is er hier dus nergens, volgens die theosofische juwelen van wijsheid, sprake van toeval of sprake dat het leven al in enig opzicht bepaald zou zijn. Eigenlijk is het alleen maar van binnenuit. Dus wij zijn allemaal in essentie vrij. Bepalen met onze vrije wil ons leven. Zijn daar zelf voor verantwoordelijk. En doen dat natuurlijk samen met het andere leven. En daar natuurlijk wel rekening mee te houden. Daar zijn we ook integraal onderdeel van. Dat doen we samen. Maar er is niks wat dat voor ons bepaalt. Nou, daarmee komen we uiteindelijk ook tot een antwoord op de zin van het leven. En dit is er natuurlijk niet één die je zo even gewoon in je zak steekt. En mooi, dat weten we. Dan gaan we weer lekker verder. Dit is er één om gewoon even lekker over na te denken. En ik zou vooral zeggen verder te onderzoeken. En ik heb hem vooral opgebouwd dus aan de hand van die zeven juwelen. Waarbij je zou kunnen zeggen dat uiteindelijk het doel is van het leven om het zelf of het ene te leren kennen, door cyclisch te handelen, voor het geheel, binnen die hiërarchie van bewustzijn, waar je op dat moment dan ook bevindt, en zo progressief te evolueren als bewustzijn, waarmee je dus langzaam maar zeker dat zelf wordt. En zeg maar van het, zelf met een kleine letter, het zelf met een grote letter woord, en eigenlijk die eenheid op een gegeven moment ervaart en als een soort van druppel weer opgaat in die grote oceaan van leven, zoals de boeddhisten dat zo mooi uitleggen als de Boeddha uiteindelijk niet anders kan dan toch nirvana ingaan. Nou, om dat nog even toch even wat meer de juwelen te vertalen, zou je in één regel ook kunnen zeggen, het is het ondersteunen van
eigenlijk de spirituele evolutie van het geheel. En wat dat betekent, specifiek voor wat dat voor ieder van ons betekent, is natuurlijk aan onszelf, om dat te ontdekken. Om te ontdekken van als je uitgaat van dat geheel, om te ontdekken als je uitgaat van die cycli van leven, van oorzaak en gevolg. Ja, wat is dan, zeg maar, voor jou de zin? En wat is voor jou, zeg maar, de roeping? Wat is voor jou de verantwoordelijkheid die je hebt? En daar zijn meerdere antwoorden op te geven. Dus dat, we zijn allemaal, nou ja, bekleden een hoop rollen. We werken ergens, we hebben een gezin, onderdeel van een familie, van een stad, et cetera. Dus dat is misschien niet alleen maar één antwoord. Maar dit zijn wel stapjes die je kunnen helpen om dat zo, nou ja, scherp mogelijk voor jezelf te proberen te formuleren. Dus ik hoop dat dat helder is. En anders kan ik misschien nog wat toelichten daarover. Ik denk vooral iets om zelf nog mee aan de slag te gaan. Ja. Wanneer we, nee, dat dan zeg maar die spirituele involutie laatst dan eigenlijk? Dat is een goede vraag. Ja, ik heb me hier inderdaad toch weer laten verleiden om het gewoon maar even bij evolutie te houden. Om het niet te ingewikkeld te maken. Maar die spirituele evolutie die kan natuurlijk niet zonder die parallele involutie. Dus die zit daar eigenlijk in besloten. En dat houdt in zekere zin, op het moment dat wij spiritueel evolueren, dat we steeds meer beheersing krijgen over dat materiële. Dus op het moment dat wij, ja, ik zal even kijken of ik dat meer met een dagelijks voorbeeld kan illustreren. Kijk, de TSV zegt eigenlijk ook, dat zie je bijvoorbeeld ook al in dat een gezonde geest in een gezond lichaam huist, zeg maar. Dus je ziet mensen die op zich zeg maar geestelijk proberen om zo, nou ja, zo goed mogelijk in het leven te staan, er voor anderen te zijn en niet mee te gaan in allerlei dingen, dat die ook meestal wel, dat ook zich wel uit in een gezond lichaam. Dat is natuurlijk niet iets wat vanuit één leven alleen te controleren valt. Want we hebben ook best wel soms dingen die op ons pad komen, nog vanuit vorige leven, die we moeten herstellen. Dus er zijn ook talloze voorbeelden van mensen met een hele gezonde geest, maar een toch wat minder gezond lichaam. Ik denk even aan Stephen Hawking, zo'n bekend voorbeeld. Maar over het algemeen is het zo dat als je je geestelijk gaat ontwikkelen, dat dat op een gegeven moment ook op een natuurlijke manier naar buiten werkt, zeg maar. Dus die spirituele evolutie die gaat eigenlijk altijd gepaard met een steeds ruimere beheersing ook van het materiële. En dat betekent niet zozeer materiële beheersing in de zin van dat we dan ook een heel stevig, sterk, maar meer de zin van materiële dat je ook op een gegeven moment ook meer mogelijkheden krijgt om die materie ook te beheersen. Daar wordt ook over gesproken. Als je het bijvoorbeeld hebt over dingen waar in de TSV ook wel zeker in de begintijd over geschreven wordt, bepaalde dingen kunnen beïnvloeden op het materiële gebied op afstand. En dan even over telekinese of zo, dat soort dingen. Die zijn vanuit die filosofie uiteindelijk ook niet alleen maar een soort van wonderen of zo. Dat is ook gewoon met de natuur mogelijk op het moment dat je geestelijk een bepaald niveau hebt bereikt, dat je ook die beheersing over de materie kan krijgen. Dat geeft ook een beetje, zeg maar, die twee delingen aan. Ja. Ja, ja, klopt. Ik zat gewoon mee te denken, als je het hebt over beheersing over materie en evolutie, en je ziet dat aan de rechterkant je geestelijk, zeg maar, je ontwikkelt, en dat eigenlijk de andere aspecten die aan de linkerkant van de boog staan, dat die involueren, dan kan ik me ook voorstellen dat je dan dus beheersing ontwikkelt over die aspecten. Dus emotioneel, dat je dan bijvoorbeeld daar ook beheersing over gaat krijgen. Ja. Dus dat materieel dan misschien niet eens per se over echt concrete stof zou gaan,
maar ja, ook een goede aanvulling. Lagere natuur. Precies. Dat maakt het misschien ook iets makkelijker om uit te leggen, inderdaad. Ja, dus op het moment dat je begrip ontwikkelt, kun je veel makkelijker met je gevoel omgaan, om maar iets te noemen. Hè? Zo, zoals we ook niet heel kwaad worden op kinderen die uit onwetendheid wat dingen doen, omdat we gewoon snappen, ja, dat weten ze nog niet. Dat is gewoon, daar hebben we begrip over, daar begrip voor. En, maar dat geldt in het dagelijks leven nog niet altijd, helaas. dus dat is allemaal stukjes die we nog wat moeten ontwikkelen. Maar dan zie je daar wel de sleutel voor. En die komen ook wel redelijk, en met het intellectuele, dingen ordenen, structureren, dat staat dus ook op dezelfde hoogte als de vitaliteit. Dat soort van niet stil kunnen zitten, rondrennen. Nou, wat moet je doen op het moment dat je van hot naar her rent? Gewoon even goed bij je stilstaan. Van oké, wat, even orde op zaken stellen, zeggen we dan wel eens. Gewoon even een lijstje maken, één voor één. Nou ja, dan ga je dus die intellectuele vermogens inzetten om die vitaliteit te beheersen. En zo zie je dat we ook op dit moment, want je kan met die kennis ook herkennen van, nou, waar zitten we nou op dit moment dan ook in die menselijke evolutie? He, dan zie je dat we eigenlijk, als het gaat om die hogere denkaspecten, over het algemeen gemiddeld genomen daar nog niet zo heel ver in ontwikkeld zijn. He, je ziet nog een hoop begeerd in de wereld, intellect weliswaar ook, maar heel vaak ook weer gebruikt voor begeerte. Er wordt wel eens gezegd, gegrapt van de beste minds, de biggest minds of our time, de grootste intellectuele geesten, die werken nu allemaal in Silicon Valley bij Facebook om na te denken over hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zoveel mogelijk klikken op die advertentie. Ja, dat is eigenlijk wat er nu een beetje aan de hand is. Ik bedoel, daar gaan nu heel veel van dat soort mensen werken, omdat ze, nou ja, kunnen ze natuurlijk goed verdienen. En gelukkig niet allemaal. En zijn er ook nog wel minds die zich daar niet door laten verleiden. Ja. Maar is het niet zo, als je door die boog van de lagen heen gaat, van de evolutieleer, en dan zitten we nou zeg maar in de fase van de begeerte en het denkvermogen, dat die zeg maar nu, ja. En je vrije wil kan dus ook een boeddhische zeg maar een klank aanslaan in de begeerte. Ja. Ja. Dus dat is die vrije keuze die je dan hebt. Ja. Ja. Maar blijkbaar is dat toch al heel moeilijk voor ons. Ja, dus dat is ook, we hebben niet voor niks ook daar cursus Anders Denken voor, om daar ook echt mee te gaan oefenen. Dat doen we bijvoorbeeld door onze verbeelding te gebruiken, door ons idealisme te gebruiken, door ons voor te stellen, ja, hoe zou nou een ideaal mens eruit zien, hoe zou een ideale maatschappij eruit zien. En dat we dat nog zo weinig ook in de praktijk zien, is ook gewoon puur een gebrek aan verbeeldingskracht. Want we zitten nog met ideeën dat de mensen, nou ja, niet deugen. En tenminste, een deel van de mensen. Dus op het moment dat we daar veel meer een beeld van zouden krijgen, gedachte, handeling, gewoonte, karakter, dan kunnen we dat ook uiteindelijk in de maatschappij meer tot uitdrukking brengen. Dus dat is ook een soort van de opdracht om daarmee bezig te zijn. Maar nou ja, probeer altijd te kijken naar wat zou nou vanuit het plaatje van het grotere geheel het ideaal zijn. Ik werk dan zelf in onderwijs. Ja, wat betekent dat nou voor onderwijs uiteindelijk? Hoe zou dat nou idealiter zijn? En dan is de uitdaging om dat natuurlijk te vertalen, aansluiting te vinden bij de mensen die daarover ook over denken. En er zijn verschillende ideeën over. Maar het verrassende is wel dat er toch heel veel van dat soort ideeën ook wel, dat iedereen toch ook wel intuïtief zoiets heeft van, ja, nee, dat zou eigenlijk veel logischer zijn. Dat zou veel meer die kant uit moeten gaan. Van bijvoorbeeld het innerlijke karakter tot ontwikkeling laten brengen. Veel meer het individu, niet allemaal maatwerk, niet allemaal standaardwerk, maar meer maatwerk, zeg maar. Niet allemaal dezelfde stof, maar nou ja,
wat meer past bij jou, bij jouw kwaliteiten. En vooral niet alleen maar stampen om een papiertje te halen waarmee je de arbeidsmarkt op kan. Maar ook van, nou, wat maak je nou daadwerkelijk een beter mens? Wat voor maatschappij zouden we nou willen hebben? Nou, ja. Dankbaar is van in het onderwijs werken dat gelukkig daar mensen daar veel over nadenken. En in ieder geval bereid zijn om daar goed over na te denken. En daar hebben dus ook een aantal bekende pedagogen, of in ieder geval onderwijsvernieuwers, ook dankbaar uitgeput. Dus ik noemde al even Steiner met de vrije scholen, maar Montessori ook, die was een theosoof. Heeft tijdens de oorlog ook in Adyar gezeten bij het Theosofisch Genootschap daar. Een van onze zusterorganisaties. Ja, en heeft dat daarna ook allemaal weer gebruikt in haar onderwijsmethodieken. Genoeg om over na te denken? Ja. Het zijn niet mijn woorden, meneer Godfried de Brugger zei al, alles wat een mens kan weten, dus het zit daar allemaal in. Dit is ongeveer de kortste versie die we ervan kunnen geven. Maar ze komen dus nog uitgebreid terug in de rest van het seizoen, ons lezingenseizoen. Ik had nog één vraag, maar dat doe ik wel even nadat we afgesloten zijn. En dat doen we altijd met de Gayatri uit de Rig Veda, oproepen aan eigenlijk die innerlijke potentie in onszelf. De gouden zon en 7 gongslagen en een moment van stilte. O gouden zon, met uw verheven luister. Vervul onze geest en verlicht ons gemoed, opdat wij, onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.